Ja, het is altijd fijn om een wedstrijd te winnen. Uiteindelijk hoort dat er ook bij. En voor de gemoedstoestand van met name voor de jongens, hè, dat het harde werken wordt beloond, is het wel heel erg prettig. Ja, uiteindelijk is dat een onderdeel van, maar is dat niet het hoofddoel. Hè. Dat is om te zorgen dat de jongens zich zo ontwikkelen dat ze hopelijk de stap naar één kunnen maken en anders een mooi clubje vinden in betaalde voetbal. Het is tweeledig. Het is één opleiden van jongens en uiteindelijk dat stukje winnen. Hè. Je moet ook wel presteren, dat hoort er ook bij. Van beide zit er iets in waarbij met name het opleiden en het wennen aan wat er gevraagd wordt nu al voorop staat. Ja, het is altijd fijn om een wedstrijd te winnen. Uiteindelijk hoort dat er ook bij. Voor de gemoedstoestand van met name voor de jongens, hè, dat het harde werken wordt beloond, is het wel heel erg prettig. Ja, uiteindelijk is dat een onderdeel van, maar is dat niet het hoofddoel. Hè. Dat is om te zorgen dat de jongens zich zo ontwikkelen dat ze hopelijk de stap naar één kunnen maken en anders een mooi clubje vinden in betaalde voetbal. Ja, uiteindelijk wel. Maar moet ik zeggen, mijn carrière bouwt zich eigenlijk zo op dat sommige dingen ontstaan en je loopt ergens tegenaan en je krijgt de kans. De kans krijg je waarschijnlijk omdat je dingen goed doet. En moet ik zeggen, de eerste maanden als eindverantwoordelijke bevalt me van al heel erg goed. Dus dat vind ik heel leuk. Hè. Moet ik zeggen, de club is die is top. Hè. De faciliteiten zijn top hier. De spelers zijn van een enorm goed niveau. Dat is vooral heel leuk. Uiteindelijk kan je niet alles zelf bepalen als trainer van Jong, omdat één hier nog boven hangt. En in dit geval, ja, als Mark van Bommel zegt, die en die moeten spelen en zo lang, ja, dan heb je daar altijd mee te maken. Maar het is wel superleuk en ik vind het vooral heel leuk om te doen zoals ik denk dat het moet. En dan is het wel heel leuk om te zien dat dat ook wel zo langzaam aan vruchten afwerpt. Maakt dat niet ook ergens lastig dat als Mark van Bommel zegt, die moet spelen, terwijl jij misschien net iets anders in gedachten had? Er staat toch nog iemand boven je. Dat is de moeilijkheid, maar dat wist ik toen ik begon. En daar hebben we toen goede gesprekken over gevoerd met, in dit geval Mark van Bommel, John de Jong, hè, voordat ik hieraan begon. Er zijn een aantal dingen die aan deze functie hangen en dit is de één. Dat weet je dat je daarmee te maken hebt. Dus nee, daar heb ik geen enkel probleem mee, want ik weet dat het zo is. En daar kan ik ook goed mee omgaan en uiteindelijk wij allemaal. En de jongens weten ook dat het zo is, dat het zo werkt. Dus volgens mij hebben we die modus met z'n allen wel gevonden, dat ons dat niet in de weg zit. Weet je, uiteindelijk hou ik dat de jongens voor. Je moet hier elke dag met plezier komen. En je hebt zoveel mogelijkheden om beter te worden als speler. Met heel veel expertises die wij hier hebben. En wij als staf zijn één van de expertises waar ze gebruik van kunnen maken. Ja, en als ik zie hoe die jongens op het veld staan, hoe ze genieten, hoe hard ze trainen. Daar haal je als trainer gewoon enorm veel plezier uit. Dus ja, ik heb het erg naar mijn zin.